Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer samen met Fiverr, terug bij een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij de Skybases eventjes onder handen genomen. Hebben we nog een Planetaire Bos verslagen, hebben we helaas weer een death gekregen. En in deze aflevering neem ik jullie mee dus naar de gevreesde dungeon. Ik heb even wat ingrediënten eventjes bij me, omdat ik even een paar potions wil maken. Zoals bijvoorbeeld 2 LPV potions. Die zijn heel erg belangrijk. Ik denk dat ik ook 2 Iron of Regeneration en 4 Iron Skin Potions ga maken. Maar misschien dat we al de baas zeg maar kunnen gaan tackelen die dus zeg maar daar in die tempel verborgen zit. Dus ik neem geen enkel risico. Oké, nou dit mag heel eventjes snel terug in de ingrediëntendoos. Dus paddenstoelen die gaan met de paddenstoelen. Led Ore, ja die plaat ik dadelijk wel terug. Dat zijn nog die Shines, dat zijn nog de Blink Roots. Ik heb ook wel even wat extra sun dinges even gepakt hier, dus dat is net zo makkelijk. En natuurlijk bij de resources, dan mag natuurlijk weer de iron, of de lead. Ik blijf het iron noemen, ik weet ook niet waarom. Dus we gaan naar de dungeon toe. Mits dat er natuurlijk geen evenement plaatsvindt. Ik mis één. Ik mis iets. Ho, eens even. Ik bedoel, Fiverr, dit ben ik heel blij mee dat hij natuurlijk meegaat. Maar ik wil toch ook even eentje die een beetje, zeg maar, kan schieten voor mij. Dus, Fiverr natuurlijk geen offense of iets, maar een beetje extra verdediging kan nooit kwaad, want we willen natuurlijk niet weer een dead erbij krijgen. Dus, geen knips. Ik ga jullie gewoon gelijk rechtstreeks mee naartoe nemen, dus alles wat we nou tegen gaan komen, dat gaat ook echt gebeuren, noem maar op. En het was een beetje moeilijk te zien, maar ja, in de vorige aflevering hebben we dus zeg maar ook de schoonmaakdinges gebruikt en is dit dus zeg maar een gewone biome geworden. En is dit dus geen corruptie biome meer en we hebben de hoverboard, wat zeker heel erg fijn is. Dan kunnen we dus echt maar een stuk sneller vliegen. Zoals je dus kunt zien, als ik dus zeg maar zo vlieg, dan maken we behoorlijk veel snelheid. Maar als ik dus zeg maar zo vlieg, dan komen wij behoorlijk hoog. En dan bedoel ik ook behoorlijk hoog. En we kunnen dus ook hoeven of gliden, zeg maar, zoals dat we dat eerder hebben gedaan. En ondertussen, ja, op het moment dat je glide, kun je dus zeg maar niet dat sneller vooruit doen, dit doen. Dus dat neemt ook flight distance, zeg maar, in beslag. Dus ja, ik ben heel blij dat we de hoverboard hebben. Dan kunnen we tenminste nog een beetje snel overal ergens naartoe komen. Nou herinner ik mij dat we dus zeg maar... Ja, laat de Pixie maar rust, joh. We hebben nog geen naam voor hem, want ja, de video van donderdag die is dus nou pas net eigenlijk geüpload. En ja, de aflevering van vrijdag, ik denk ik bewerk hem alvast, dan is hij... Of ik neem hem alvast op, dan is hij morgen redelijk op tijd, is hij dan zeg maar te zien. Dus vandaar dat het een beetje sneller is gegaan als... Ja, dat we normaal gesproken doen. Ik weet dat het nou heel even heel erg donker hier is. Mijn excuses daarvoor. Ik kan eventjes kijken. Geef me even een seconde. Nee, we zitten echt op het lichtste waar ik het op kan zetten. Ik zat eventjes nog een keer bij de video. Even bij de settings eventjes te spelen. Om even te kijken of ik misschien nog iets kon verzetten. En ik weet dat ik heb de LPV potion bij me. Maar die heb ik speciaal meegenomen voor de dungeon. Dus ik hou wel eventjes de glowstick of een torch even vast. Zodat we wel een beetje kunnen zien waar dat ik uithang. En soms is het best wel een beetje moeilijk te zien, dat geef ik heel eerlijk toe. Maar ja, dat is dus ondergronds altijd het geval. Maar we weten in ieder geval waar dat de dungeon zit, wat zeker heel erg handig is. Dus ik kan eventjes voor de zekerheid even mijn zwaard even pakken om eventjes vervelende doodles even uit te schakelen. Even kijken, want de dungeon, wij zoeken naar een... Oh, ik zie hem al. Hij zit onderin. Als je dus zeg maar op de map kijkt, dan kun je hem al heel goed zien. Life crystal, heel erg leuk. Oeh, hallo. Nog iets verder naar beneden. Ondertussen hebben we weer 100 schade genomen. Kun je nagaan hoe snel dat gaat. Oké, nou. Hier onder het water. En dan hier door dat kleine dingetje hier. En wil jij alsjeblieft weggaan? Ik heb geen zin en tijd voor jou, dus. Oké, nou. Dan komen we hier bij de grote kamer uit. En dan moeten we hier omhoog. En dan moeten we dus zeg maar naar de ingang toe. En hallo, hé. Hey. Wat veel doodles. Heel veel doodles. Nee, een mimic. Nee. Ik heb nog heel eventjes wat research gedaan over de items die we nodig hebben. We moeten ook weer eventjes terug naar de hel. Maar deze aflevering die staat dus helemaal in het teken van de dungeon. Dus daar wil ik zeker jullie in meenemen om dus zeg maar hier te gaan komen. Nou even kijken, want volgens mij staat de ingang aan de andere kant. Weet ik niet zeker. En ik heb er omheen gebouwd, dus ja hallo. Mag ik even iets zien? Dat zou heel fijn zijn. Kom op, hou die toortjes even op. Hou die toortjes even op. Waarom mag ik hier niet door? Ik hier bovendoor. Ja, mimic. Nee, oké. De ingang die zit aan de andere kant. Daar had ik gelijk in. Oké, nou het is niet zo'n moeilijke walk, dus... Oké, hier zijn we dan. Oh boy. Ik ben bang. Oké, nou doe maar eventjes de buffs. En we zitten in de dungeon. Dus we hebben nou de shine potion. En deze dungeon zit vol met traps. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Hier zie ik al 2 pressure plates. Dus, en een snapper. Ga jij eens even weg. Drop eens een Uzi voor me. Ben je dood? Nee? Kom eens hier.
Kom eens hier. Gedaan. Sterf. Mooi. Geen uzie. Jammer genoeg. Oké, dus we willen zeker uitkijken voor de traps die hier overal dus liggen. En die kunnen we dus zeker gebruiken voor farms. En er zit daar een doodle die pijlen probeert op ons te schieten. Oké, dan hebben we al die traps, dus daar hoeven we nou niet meer bang voor te zijn. Hey doodle, stervis. Ah, jij dropt helaas niet je magic quiver. Dat vind ik wel jammer. En hier beneden zit niks. Waarom zit hier een worm? Ik hou niet van die worm. En heel veel zoobats. Of zeer irritant. En nog geen nieuwe vijand gevonden. Auw, er zaten twee van die dingen. Oh, wat sneaky. Oké, nou. Nogmaals, de traps die willen we meenemen. De pressure plates die boeien niet zoveel. Dus, oh boy. Heel veel doodles. Oh boy. Dat is eigenlijk een van die nieuwe doodles. Waar ik jullie voor wou waarschuwen. Jij gaat niet mijn armor breken. Daar hou ik niet van. Oké, dus. We moeten hier kistjes zien te vinden. Heel veel kistjes. Ah, daar hebben we toevallig een kistje. En hier hebben we dus zeg maar de lizardmen waar we zeker voor uit willen kijken. Die zijn heel gevaarlijk. Oh boy. Ik zie toevallig ook traps liggen weer. Even. Daarboven zitten ze. Oké. Hallo. Sterf. Oké. Heel voorzichtig. Deze die zit dus echt helemaal vol met traps. En daar hebben we ons mailgeluid al. Dus oké, wat hebben we hier? Oké, we hebben alweer één zo'n power cell. Dat is dus zeg maar om een baas op te roepen. En ik zie daar ook een booby trap liggen. Hier, oh. Is daar. Super dart. Die is wel handig voor deze baas eigenlijk. Oké. Decent. Hier ook weer één. Boven niks. Even hier een torch. Komt hier niet altijd met deze soort... Wacht, ik zie hier geen traps. Oké. Mag ik hier even een Nimbus rot op? Oh boy. Ga weg jij. Oh, de damage. Ondanks dat de Nimbus zeg maar al een heel early access wapen is, wat we dus heel makkelijk kunnen krijgen in hard mode. Nou ja, makkelijk. Je moet er geluk bij hebben. Ben ik nog steeds blij tot als je hem vindt dat je hem hebt. Dus oké. Zijn dit traps? Nee, dat zijn geen traps. Ah, oké. Hier traps? We willen zoveel mogelijk traps eigenlijk hebben. Oké, ik zie hier wat spikeball traps. Of zijn het spear traps? Nee, dit zijn spikes. Ah! Oh boy. Irritante dingen. Maar die zijn heel erg handig om dus farms te maken in de dungeon. Wat ik zeker wil doen. Kun je even verdwijnen? Boe, verdwijn! Zonder mij te raken. Poef, ga weg. Oh ja, maakt niet uit. Oké. We moeten echt heel goed hier mijn health in de gaten houden. Dus. Oh, kijk hierboven is. Oh boy. Nou, het voordeel is dus zeg maar, vijanden die kunnen dus zeg maar niet op een pressure plate vallen. En daar hoeven we dus dan ons ook helemaal niet druk over te maken. Oké, dan niet zoveel schade. Nou, we kunnen hier wel zeg maar tafels en alles mee gaan nemen. Maar op zich hebben we dus zeg maar niet het nodig tot er, tot we extra verdiepingen gaan maken. Dus oké, een flame trap. Nice! Ga weg. Oh boy, hier zitten spike traps. Ga allemaal maar heen en vernietig. Oké. Niks? Hoe? Nee? Oh, ik ben zo bang, jongens. Echt. Ik vind dit zo eng, al die traps hier. Oh, de eerste keer als je erin loopt, moet je zo voorzichtig zijn voor alles. Oké, hier zie ik wat spikeball traps. Oké, dit gaat nog lekker. Nee, weinig kistjes. Oh, hallo. Even meenemen. Jullie ook even meenemen. Jij even weg. Jij ook. Jij flying snake. Een flying snake. Ik zie ze vliegen. Oh boy. Mag ik hier al eventjes een nimbusrotje? All the damage. Oké. Oeh, wat valt daar nou? Was dat een banner of zo? Ik zag eruit voor een banner. Lizard power cell. Oh, oké. Zullen we die baas te de... Boven... Oh, daarboven zitten traps. Oké. Even mijn helft in de gaten houden, jongens. Dat is heel belangrijk. Ik zie dat we nog maar heel weinig tijd hebben voor... Oh boy. Ik heb hem net. Oké. Onze defense zit er al bijna op en onze shine potion zit er al bijna op. Dus we moeten voorzichtig zijn. Even kijken. Oh, wacht hier. Kijk hier eens. Dat zijn wel traps. Ze blenden hier echt heel erg in de hoe dat de dungeon er zeg maar uitziet. Dus daar moeten we zeker vooruit kijken. Oké, ik zie daar ook een trap, maar ik weet niet. Zijn ze allemaal dood? Oké, ik zie hier ook nog een trap. Ja, die zit op hen gelinkt daar. Oké. Nou, als je een trap in je handen houdt, dan kun je dus heel erg goed de wires zeg maar zien. Dus zeker handig om dat te weten. Ga jij eens even dood. Ken ik een health potion? 150. Mooi. Doe mij eens eventjes. Ik snap nog steeds niet waarom ik eigenlijk nog steeds een banana ranks bij me heb. Die moeten eigenlijk nou naar een weapon rack toe. Om heel eerlijk te zijn. We hebben er heel weinig aan. Dus oké. Nou, even. Oké, buff. Dat is de laatste shine potion die we hebben. Dus oké, heel veel zooi. Maar het gaat voornamelijk dus zeg maar om die power cells die we vinden.
Elk kistje heeft er minimaal één, dus wil jij alsjeblieft wel even het spel verlaten? Heel snel. Dank je. Oké. Traps. Ja, heel veel weer. Oh, ik ben nerveus, jongens. Ik ben nerveus. Ik ben heel nerveus. Oké. Hebben we alles? Ja, we hebben alles. Oké. Hier zitten geen boulder traps of zo, maar behoorlijke sterke traps. Oké, we hebben een hele hoge defense, waardoor dat we dus ons geen zorgen hoeven te maken. Er zat er één! Oh, die zat heel sneaky. Oké, even wachten tot die spikes weg zijn. Het voordeel is, die spikeballs die zullen dus zeg maar ook de vijanden raken. Dus dat is wel een voordeel. Je kunt ze dus zeg maar ook in je voordeel gebruiken. Maar het nadeel is wel, we hebben er nou op dit moment niks aan. Omdat ze dus zeg maar ons nogal in de weg liggen. En oh mijn hemel, dit zijn er veel. Oké, nou, ik heel eventjes daar. Dan kan ik hem zo even alles meenemen. Jeetje, wat zijn dit te veel, zeg. Oké, die ook allemaal. Ah! Dit zijn er heel erg veel. Ik had eigenlijk gehoopt dat we ook nog wat spear traps zouden vinden, maar... Oké, nou, helaas hebben we dat geluk niet. Zitten hier nog wat flamethrower traps of dart traps? Nee? Is het veilig? Oké. En kijk hoeveel dat er wel niet naartoe gelinkt staat, zeg. Hier, allemaal van die traps die dus zeg maar alles daarboven zouden hebben activeerd. Oh, verschrikkelijk. Oké, nou. Wil jij alsjeblieft? Dank je. Jij ook. Ga het spel uit. Oké. Traps? Hier? Ja, daarboven weer. Weer spijkbal, denk ik. Yo. Geen fly? Oké. Oh. Een Eye of Cthulhu. Serieus, waarom vinden we hier een Eye of Cthulhu in? Dat is gewoon random dungeon ding is wat ze dus zeg maar automatisch erin gooien. Oké, ik wil hier heel eventjes een Nimbus rondje. Oké, blijven jullie eronder hangen. Dan ben ik alleen maar een blij konijntje. Oh, sorry Fiber. Kijk even of het veilig is daar beneden. Dat was niet de bedoeling om je daar beneden af te duren. Oh boy. Oh, er zijn er nog heel veel doodles. Oké. Geen traps hier, geen traps daar. Ik zie er wel een hard container. En een, een hard container en een chest. Maar nogmaals, hard containers zijn niet echt meer nodig. Dus daar hebben we meer als genoeg van. Oké, heel voorzichtig voor traps kijken. Want hier kunnen heel snel spear traps zitten. Oh, spijkvloer. Daarboven zitten weer spijkbal zo te zien. Zo. Oké dan. Oké, weer even een paar toortjes hier. Oh boy. We zitten volgens mij bijna bij het einde van deze kamer, dus... Oh, wacht eens heel eventjes. Hij zit hier heel sneaky. Super dart, dat dacht ik al. En heel veel spikes. Oh boy. Eventjes deze snel even pakken. Oh boy. Die Pikmin die doet misschien... die doet niet echt veel schade, maar de schade die hij doet, elke schade is meegenomen. Dus zeker hoor je mij daar niet over klagen. En ik zie daar al zeg maar de boss summoner, dat is dat ding waar we hieronder zien. Dus even kijken, jij bent geloot, dus jou kunnen we meenemen. Oh boy. En we zijn in de grote kamer beland. Oh man. Oké, we moeten gaan voorbereiden jongens. We moeten echt gaan voorbereiden hier nou. Eerst even alle traps hier weghalen. Hier zitten ook namelijk nog traps, daar willen we zeker voor uitkijken. Zit hier traps? Hier zitten traps. Oh boy. Mag ik al even? Spikeballs. Zit hier nog traps? Al de traps die moeten hier weg. Oh boy. Neem een schotje. Zo. Daar ruimt goed op. Ik ben bang. Ik vind dit eng niet, hè? Ik vind dit eng. Oké, hier zit nog een flame trap. Zit hier nog meer van traps? Het is hier heel donker. En onze brightness is bijna uitgewerkt, dus ik wil... Oh, daar zit nog een dart trap. Goed gedodged. Dodging skills for the win. Oké, nou eventjes hier, eventjes dit goed allemaal verlicht, zodat we alles goed kunnen zien. Zelfs zonder een LPV potion. En ik zie nog een kistje. Oké. Gold coin, altijd leuk. Hoeveel power cells hebben we? 8. Hoeveel traps hebben we? Ik heb 3 spear traps, dat is weinig. Oeh, dan wordt het lastig om zo'n farm te maken. Nou ja, we hebben ook nog altijd dungeon in de corruptiewereld. Dus even kijken. Kunnen we nou gewoon looten. Want wat we moeten doen... Ik wil heel eventjes kijken, hoe is hij... Auw. Ik had hem net nog gezien, hè. Hoe is deze eigenlijk? Ja, hij staat hier. En ik denk niet dat ik hem... Nee. Soms dan is hij wel eens geglitcht en dan kun je hem dus zeg maar al oppakken met je pickaxe axe. Maar daar hebben we dus nog een sterkere pickaxe voor nodig als die we nu hebben. En hij komt dus hier te spawnen. Dus ik ben bang dat hij hier bovenop gaat spawnen. Of dat hij echt hier gaat spawnen. Want dan kunnen we dus zeg maar eigenlijk wel een hele mooie... booby trap eigenlijk hier gaan maken. Dus ik vraag me af, heb ik hout bij me? Ja, 7, dat is te weinig. Wat ik ga doen, is ik ga heel eventjes alle stuff die we hebben gevonden in de kistjes... Die ga ik heel even
in mijn inventory doen. Dan ga ik even equipment meenemen om hier ervoor te zorgen dat we hier dus zeg maar een mooie bosvorm kunnen maken. Wat heel belangrijk is, is dat we die spijker aan de bovenkant heel even weghalen. Zodat we hier veilig even kunnen zorgen dat we hier dus zeg maar de baas goed aan kunnen vallen. Want op zich is het niet zo'n moeilijke baas als je hem goed aanpakt. Als je weet hoe dat je hem pakt, dan kunnen we dus zeg maar heel erg goed... Oh, dat wou ik niet doen. Blijf oeveren. Blijf oeveren. Iets lager nog. Oh. Oké, die spikes zijn weg. Goed, ik zie jullie in een seconde. Nou, toch heel eventjes truis. Ik neem jullie toch heel eventjes nog heel graag even mee naartoe. Want ik ben van plan om ook eventjes een booby trap voor onze baas neer te zetten. En ik wil jullie heel eventjes laten zien hoe dat je zoiets kan maken. Wat we nodig hebben is onze... Charlena. Always buy more wire than you need. En wat we nodig hebben is... We hebben de wire cutter hebben we nodig, mochten we fouten maken... we hebben de wrench nodig om de draden te plaatsen, de wires. Om de wires te plaatsen. En natuurlijk hebben we heel veel wires nodig. Dus ik denk 82 tot dat wel genoeg zou zijn. Wat we nodig hebben is om de traps af te laten gaan, hebben we dus zeg maar een ontsteking nodig. Nou kunnen we wel voor een switch gaan, maar dan moeten we de switch de hele tijd gaan gebruiken. En daar heb ik heel weinig zin in. Nou, wat we nou dus nodig hebben om dus ervoor te zorgen dat een trap constant af blijft gaan... is een 1 seconde stopwatch. Nou, hoe maken we die? Daar hebben we gold bars voor nodig. 10 om precies te zijn. En chains, dit kan, onze Asher kan dat heel goed uitleggen. Waar je die maakt bij een tafel. En als je dan een gold watch maakt en je hebt 1 wire bij je en je gaat naar je anvil, dan kun je dus zeg maar een 1 seconde timer maken. En die zou dus iedere seconde afgaan. Dus dat is zeker handig om die te gebruiken. Dus wij gaan een booby trap maken voor onze boss die we moeten gaan bevechten. Bij deze plek. Dus ik heb hout bij me. Dus ik kan dingen maken. Ik denk dat ik ook heel eventjes een hard lantern ga maken. Want we hebben echt alle regeneration nodig die we nodig hebben. Dus ik neem even een life crystal mee. Zodat we ook een hard lantern kunnen maken. Ik wil even kijken. Ja, campfire hebben we ook nodig. Dus ik zie jullie in de dungeon. Ik had een kistje gemist. Waar is dat nou? Oké, nou even gelijk weer pakken. Dat is niet zo moeilijk. We zijn er toch al bijna bij het einde gekomen van deze dungeon weer. En we hebben nou de equipment bij ons die we nodig hebben. Dus nou hoop ik dat ik een beetje ook kan regenereren. En niet over die spikes heen kan lopen. Want ik zit nog maar op 200 health. Dus dat is altijd een beetje creepy als je nog maar minder als de helft van je leven hebt. Oké, nou wat heel erg belangrijk is. Is even kijken. Dit moet afgesloten worden. Dus daar wil ik eventjes mee beginnen. Even kijken. Jungle Crest is niet nodig. Oké, nou deze die moet dus even afgesloten worden. Dat hier dus zeg maar geen doodles meer doorheen kunnen lopen. Maar vergeet niet, priority. De meeste zeg maar vijanden. De baas die we dus moeten gaan verslaan. Zal dus zeg maar verslagen gaan worden. Hier in dit hoekje. Dus we moeten hier onze voorbereidingen gaan doen. Dus wat ik van plan ben is. Ik wil hier heel eventjes een rechte lijn hebben. Zo. En dan wil ik die traps die wij hebben. Die wil ik eigenlijk zo plaatsen. Zo ja. Als het goed is, is dit breed genoeg? Ik hoop het, want anders hebben we een heel erg groot probleem. Die wires, daar kunnen we gewoon... Oké. Dan wil ik hier dit omhoog hebben, tot hij hier dus zeg maar niet omhoog kan springen. Heel erg belangrijk. Dat hij hier niet uit kan springen. Zoiets. En dan heb ik eventjes een plaag. Heb ik even een paar plateautjes nodig van ons hout. Zo. En nou hoop ik ook dat hij echt hier zo gaan spannen. Want als hij bovenop blijft spannen en dus zeg maar... Hier valt hij gewoon doorheen. Dat is het voordeel. Dan kunnen we erboven gaan hangen. Nimbus rotje erboven. En dan zitten we goed. Nou, de lizards die kunnen hier niet meer komen. Wat nu heel belangrijk is, is dat we dus onze 1 seconde timer hier neer gaan zetten. En nou moeten we dus zeg maar de traps activeren. En dat doen we dus met onze wrench. Dan laat ik dus zeg maar, dan doe ik hier eventjes de kabel eventjes doorheen lopen. Over de traps heen. Die groene is niet van ons hoor. We kunnen hem wel meenemen, maar dat is niet nodig. Maar als we dus nu de trap activeren, of dit ding activeren. Dan iedere seconde zou er dus zeg maar darts worden gegooid. Of ja, iets langer dan een seconde. Maar hij blijft dus extra goede koper damage geven, wat zeker handig is. Oké, nou. Zonder enig oponthoud, we zitten op full health. Ik denk... Dat we het maar gaan proberen. Ik hoop dat dit goed gaat aflopen. Want anders hebben we een heel groot probleem. Oké, nou ik wil heel eventjes hier nog eventjes een... zo'n ding. Zo voor live regen. En ik wil hier ook heel eventjes onze dingen nog even hangen. Voorbereidingen zijn belangrijk.
Deze hier nog even. Oké, al de live regen die we nodig hebben. Oké, crystal bullets vooraan. Oh jongens, ik ben bang. Oké, here we go! Waar is hij? Oh, waar is hij? Hij staat daar boven? Oh boy, oké, hij zit vast, hij zit vast, hij zit vast. Nimbusrots. Oké, en nou... buffs. En naar beneden schieten. Oh boy. Ik ken ons nog steeds raken met de fireballs, daar ben ik eigenlijk minder enthousiast over. Maar het gaat er dus zeg maar om dat we hem heel veel damage kunnen gaan doen. Oké, gewoon om hem heen cirkelen. Gewoon om hem heen cirkelen. Gewoon om hem heen cirkelen. Oh boy. Dit gaat goed. Dit gaat lekker. Oké, we gebruiken de crystal bullets en ik neem best wel veel schade vanwege die eye laser die hij heeft. Oh boy. Oh boy. Oké, we zitten in zijn tweede vorm. En help. We zitten in zijn tweede vorm. Dat hoofd dan moeten we gewoon ontwijken. Dat hoofd moeten we blijven ontwijken. Oh boy. 200. Kom op, we hebben hem bijna. Oh, ga dood, ga dood, ga dood. Wij hebben hem. We hebben hem gekregen. We hebben hem gekregen. Een Pixar? Hebben we al gelijk een Pixar? Oh, we hebben gelijk bij onze eerste draai hebben we een Pixar gekregen. Ik ben nou een heel blij konijntje. Oeh, nou kunnen we dit, we kunnen hem bevechten waar dat we maar willen. Oh, nou ben ik een heel blij konijntje. Oh, dit is zo awesome. Oh, de Pixar is de sterkste pickaxe die je dus zeg maar in het spel kan krijgen. We hebben ook gelijk een mask gekregen. Recall potion zie ik, maar dat is van die keer. Oké, nou, ik ga hem nog een tweede keer hier doen. We gaan hem gewoon nog een tweede keer doen. Ik heb dit ding nog niet eens aangezet. Nou ja, we hebben nog 4 minuten. Dus, we roepen hem gewoon nog een keer op. Oké. Lok hem hier naartoe. Lok hem hier naartoe. Lok hem hier naar beneden. Goed zo, oké. Nimbusrotje. En schiet maar. Oh, wacht. En de timer aanzetten. Hoppakee. Cheap damage voor jou, jongen. Cheap damage voor jou. Oké, we hebben onze buffs nog steeds. Cheap damage. Oké, dit gaat lekker. Dit gaat heel erg lekker. Mochten we hem nou nog een keer kunnen verslaan zonder enige probleem, dan ga ik hier gewoon heel eventjes een timelapse van maken tot we hem zo vaak mogelijk verslaan. Tot we dus zoveel mogelijk goede items krijgen. Dus ik moet wel voorzichtig wezen. Want hij kan behoorlijk veel schade doen met zijn vuisten en met die lasers. Dus dan moeten we vooruit kijken. Oké, zijn hoofd is los. Zijn hoofd is los. Voor mij nou. Oh, en help. Oh, dit gaat niet zo lekker als net. Kom op, oh boy. Die vuisten die doen echt heel veel schade. Oh, en die had hoop voornamelijk. Kom op, we hebben hem bijna. Oh, dit gaat echt, dit gaat niet zo lekker. 54. Kom op, hij is dood, hij is dood. Oh, 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 geef me de helft. Oh boy. Wat hebben we? Oh, die ging echt niet lekker. Oké, we hebben hem gekregen. Quick Eye of Golem. Material. King percent incredible. Wat doet het? Dit is een material. Die hebben we nog nooit gezien. En nog meer gekregen. Alleen dit. En health potions. Nou, dat is alleen maar decent, maar... niet echt veel... Ja! Ik weet niet wat het is, Quick Eye of Golem. 10% increased critical strike chance. Equipable. Misschien kunnen we die combineren met iets, ik weet niet. Nou ja, ik doe heel eventjes een timelapse van de keren dat we hem dus zeg maar gaan verslaan. Ik zie dat we nog 2 minuten buffs hebben. Dus ik ga heel eventjes hier even die doodle hebben. Versla jij hem eventjes? Oké, goed zo. Oké, timelapse commencing! Oh boy. Ah, nee! Nee, in de fast forward en dan gaat het mis. Oh. We zitten ook echt op een klote plek. Ah, ik ben zo terug. Moet ik nou weer heel die dungeon om gaan lopen en weer door die dungeon heen? Ik zeg nee. Ik zeg, wij gaan gewoon hier doorheen. Met deze nieuwe pickaxe die we dus nu hebben, deze is extreem snel. Mogen wij dus zeg maar ook temple bricks mijnen. Dus zoals ik al zei, zeker heel erg handig. Mimic, wat doe jij hier binnen? Wie heeft jou binnengelaten? Stoute Mimic. Ik niet kunnen. Oké, dus wat we nou eigenlijk gaan doen is sowieso geld oppakken. En ik ga gewoon zorgen dat... dit mag allemaal weer weg.
Die mijn seconde timer die staat. Hij doet het goed, dus daar ben ik zeker heel blij om. Oh, je kunt hem zelfs aan en uitzetten. Geen wonder dat het fout ging. Oh, waar ben ik toch ook een slimme muts, hè? Oké, waar ben ik doodgegaan? Hier ergens, geloof ik. Ik ben hier naar boven toe gevlogen. En... volgens mij heb ik mijn geld er weer terug. Ja, zilver coins. Ja, ik heb mijn geld er weer terug. Mooi. Nou, dus wat we nou kunnen doen, is ik ga heel mijn trap ga ik hier eventjes... oh, wacht even. Arme doodles, ze kunnen niks. Ze kunnen niks, ze zijn helemaal getrapt. Oh, wat zielig. Oh, niet mijn probleem. Oké, nou, we gaan dit heel eventjes uitzetten. We gaan dit dus nu zo snel mogelijk even pakken. Dus ik wil mijn seconde timer, ik wil alles terug hebben. Inclusief dit hout. Ga jij eens even weg. En dan komt dus het mooie, met deze pickaxe, nieuwe pickaxe, kunnen wij dus, als jullie nou eens even opdonderen, stel dat je vervelende, kunnen wij dus de Lizard Altar meenemen. Heel erg handig. Nou wil ik ook heel eventjes, want ik heb de wrench heb ik nog steeds bij me, wil ik dus ook heel eventjes deze wires terug. Want nou kunnen we dus zeg maar de golem oproepen waar en wanneer dat we willen. Dus dat is zeker handig. Oké, nou, ik heb alles weer bij me. We hebben de timer. Laten we deze dan ook maar meenemen, want hier hoeven we nou niet meer te zijn. Dus, doei! Oké, nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Dan wil ik heel even naar onze Brian/Asher. Dan wil ik heel eventjes kijken wat dit nou precies is. Of dat hem... want het zegt dat het een materiaal is, dus we zouden er iets mee kunnen maken. Denk ik. Laten we even kijken. Wat kunnen we ermee maken? Een Destroyer Emblem. Waarom zou ik die willen maken? Ik bedoel, deze die geeft 12 increased damage en deze geeft 10% increased damage. En 8% increased critical strike chance. Waarom zou je die willen maken? Dat is eigenlijk best wel een letdown. Daar hebben we weer zo'n Avenger Emblem nodig, die we voor onze Power Glove hebben gebruikt. Die op dit moment ook 12% increased damage en melee speed geeft. Die geeft nog eens een keer melee speed. Dus waarom zou ik deze... waarom? Dit is een beetje raar. Een beetje zinloos. Goed voor de verkoop, zullen we maar zeggen. Maar goed, we kunnen er dus nog 9 gebruiken. En ik vind ons Bananarang... ja, hij is heel erg... oh, we kunnen er maar eentje plaatsen. We kunnen er maar eentje plaatsen, jongens. Oh. Nou ja, weet je wat? Dan zou ik de andere die zou ik gewoon eventjes in onze speciale doos gooien. De Bananarang heeft ons goed geholpen in onze Let's Play-serie tot nu toe. Dus hij krijgt een ereplekje bij de pluk. Ja, sowieso op de flashback-huis... en dus zeg maar bij de wapens die we gevonden hebben. Dus, verder hebben we niet echt goede wapens tot nu toe gevonden. Ja, we hebben Lizard Bricks. Daarmee kunnen we dus zeg maar, dat is handig voor een farm. Maar we hebben dus zeg maar onze Lizard... waar hebben we hem? Ik heb hem opgepakt, ja. Lizard Altar. En daarmee kunnen we dus zeg maar gewoon hem plaatsen zeg maar, bij onze arena. Waardoor dat we dus een mooie farm kunnen maken. Dus wat ik ga doen is, ik ga morgen... ja, ik ga gewoon tussen afleveringen in. Ga ik een beetje mijn inventory clearen. Maar wat ik nou dus ga doen is een bordje pakken. En ik ga naar de Awesome Wall of Comments. Want ik vind nog steeds dat die ene comment best wel alleen staat. Dus daar gaan we even verandering in brengen. Dus, zoals altijd, zie ik jullie in een seconde. Oké, nou, de comment is geplaatst. Hij staat nou staat onze ungodly cool guy with a mask. Ik vind hem nog steeds op de... ik vind dat nog steeds hem, maar ik kan er niks aan doen. Maar die staat dus nou niet meer alleen. En dat komt dus van aflevering 27. En het komt van het Sadakas team nummer 1. En ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken. Sorry als dat niet zo is. En ze hadden geschreven... ZP20, bedankt. Door jou heb ik Terraria gekocht. Ik zag de try-out video van Terraria. En na een maand had ik het ook gehaald. Had ik het gehaald, mijn excuus. Bedankt ZeldaPlay20. PS, ik vind Terraria ook beter dan Minecraft zoals jij. En jij en je video's zijn geweldig. Nogmaals bedankt. Heel erg bedankt voor je reactie. Voordat ik even verder ga over jouw reactie. Nogmaals jongens, ik vind Terraria niet beter dan Minecraft. Omdat ik vind nog steeds naar mijn mening Terraria een totaal ander spel dan Minecraft. Ik vind het leuker dan Minecraft. Net zoals dat ik bijvoorbeeld The Legend of Zelda Ocarina of Time leuker vind dan Mario 64. Het zijn twee totaal verschillende spellen. Dus alsjeblieft, Minecraft liefhebbers, niet bang zijn. Ik heb geen hekel aan Minecraft, maar ik vind het spel gewoon iets leuker. En het is een totaal ander spel. Dus, maar goed. Sadakas team, heel erg bedankt voor je leuke reactie. Je staat op de wall, of flashback huis van de geweldige Wall of Comments. Ik noem het elke aflevering anders. Heel erg bedankt voor je compliment. Leuk dat je het spel hebt gehaald. Hopelijk heb je er ook heel erg veel plezier mee. En met dat denk ik dat ik deze aflevering ga afsluiten. Nou, zoals altijd, morgen, zaterdag, gaan we dus weer verder op Twitch. Link staat in de beschrijving van Twitch. Gaan we verder met de Terraria livestream. Wat dus zeg maar een medium core challenge is, waar we alleen maar ranger wapens mogen gebruiken. Op dit moment staat de death count op 8, 9, 10.
Ik weet niet meer precies, we zijn heel erg vaak doodgegaan. Ik heb het opgeslagen, dus maak je geen zorgen. Ik geloof dat hij nog te zien is. Ik weet niet precies hoe dat ik die dingen op moet slaan. Ik wil ze niet op YouTube hebben, omdat dit is de Terraria YouTube-serie dus vandaag. Dus morgen weer om 6 uur, heel erg makkelijk. En ja, ik hoop jullie daar dan allemaal te zien. Heb je nog vragen of heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties, als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter, als je daar de tijd voor hebt. Dat helpt het kanaal natuurlijk heel erg goed met groeien. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik hoop jullie allemaal te zien. Maandag gaan we met deze serie verder. Wat we maandag gaan doen. Maandag, kan ik jullie alvast vertellen, wordt een farm aflevering. Maandag gaan wij hier eventjes zorgen dat wij een paar keer de golembos kunnen verslaan. En ik denk dat we maandag heel eventjes richting hel gaan om daar proberen een magma stone te krijgen. En tot we eindelijk hier gaan farmen zoals ik al eerder had gezegd. Dus maandag gaan we een farm aflevering hebben. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie dan allemaal te zien. Morgen bij de livestream of maandag natuurlijk bij de actuele Let's Play van Terraria. Bedankt voor het kijken jongens en een heel fijn weekend gewenst. Doei!